Dit is toch bizar? Dit is toch bizar? We staan hier vandaag naast Bart. Bart heeft naar ons getwitterd dat hij heel graag naar Digital wil. Alleen waren alle kaarten al uitverkocht voor dit immens populaire festival in Amsterdam. Dan zijn wij natuurlijk niet de beroerdste om een goed plannetje hiervoor te smeden. Nou, we hebben de timetable bekeken, we hebben een random DJ naam eruit geplukt, Barnd. We gaan doen alsof hij de DJ is, dus hij is Duits en ik ben zijn manager. Dit is Rody. De cameraploeg is een documentaire aan het maken over deze DJ, want hij is super populair en we willen veel meer van hem weten. We hopen dat we dit slappe lulverhaal tot binnen gaan komen en deze jongen een fantastische dag te bezorgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Oké, we hebben een klein probleempje. Via de crew-ingang gaat het helaas niet lukken, want we werden herkend. Dus we moeten het via de normale ingang proberen. We gaan het plannetje iets aanpassen. Ik ga net doen alsof ik van de crew ben en ik moet jullie zo snel mogelijk binnen loodsen. Ja, want het verhaal is, bij de artiesten-ingang staat een hele lange rij. Hij moet nu optreden, dus daarom doen we het via de main entrance. En anders haalt hij zijn gig niet. Ja, dus we moeten nu naar binnen. Publiek wacht. Yes. Chansen. Chansen, ja. Nou, Joost en Hiel kunnen nu nog even niet mee, want dan zijn we met te veel. Dus we gaan binnen proberen bandjes voor hun te regelen om uiteindelijk mee naar buiten te nemen. Oké, dus wat gaan we zeggen? Hij zegt dat hij moet nu optreden, dat verhaal moet je over. Hij moet nu optreden, is de DJ. Ja, jij loopt met hem mee toch? Ja. Ja? Ja. Oké, we hebben haast. Ja. Hallo. Hallo. Wij komen nu net van de crew-ingang. En hij moet zo meteen optreden, Bart. En er werd verteld, je kunt beter via deze ingang naar binnen, want dan hoef je minder lang te wachten. Ik weet niet meer. Oké. Hoe bij jou zijn? Nee? Welke zwarte jas? Moet ik bij jou wezen? Nee. Werk jij voor Digital? Nee. Nou, weet je wat? We zeggen gewoon dat diegene met zwarte jas dat het cool was. Ja, hij zei dat het cool was. Ja. Ja, kan dat? Dankjewel. Bart? We zijn dus gewoon binnengekomen, boys. Heel sick, heel sick. En hoe? We moeten nu alleen nog iets gaan regelen dat Joost en Julius mee naar binnen kunnen. Dus ik ga nu weer terug naar buiten, zeggen dat hij er ook bij hoort. Ja. En als dat lukt, dan is het... Dan is het feest compleet. Sorry. Sorry, dit is zo makkelijk. Ze geloven mij dus dat ik van de crew ben. En ik ga jou nu ook mee naar binnen nemen. Doe die camera een beetje undercover. Ja? Ja? Hij hoort er ook nog bij. Ja? Zo die man! Stop die zaai. Stop die zaai. Nee, dit is... Nou, we zijn allemaal binnen, boys. Ik zeg, we gaan even een biertje drinken. Doorfeesten. Ja, dat is goed. Proost. Proostje. En gierige gasten, dat dit is gelukt wat je deze fucking niet had verwacht. Geniaal. Deze is voor mij. Thanks, en nu lekker feesten. Uitrekenen. We hebben dus €250 aan kaart bespaard. Vier keer. Ja.
Jongens, het was een fantastische dag, geloof ik, hè? Hebben jullie ook genoten? Ik vond het geweldig. Geweldig. Ik hoop dat we een beetje jou blij hebben kunnen maken. Jongens, dit is echt het beste paasweekend ever. Bedankt. Niet normaal. Top. Super. Cool. Vond je nou een leuk filmpje? Vergeet dan niet te abonneren. Like ons op Facebook, Instagram en Twitter. Hou ons in de gaten. We doen alleen maar leuke dingen. En heb je iets nodig, maar heb je er geen geld voor? Stel deze vraag dan even online. #gierige gasten. En wie weet zit jij volgende week wel in onze aflevering. Doei. Tot dan.